Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stamacon, het adres voor nieuwe en gebruikte meubelen. Kijk eens, vandaag gaan we op bezoek bij Derek Kok. Ja, dat is eigenlijk de man, zanger, gitarist van de Las Cubanas. Maar hij deed nog veel meer. Hij was bijvoorbeeld ook columnist van de Stadskrant. Hij schreef daar hele leuke Deventer verhaaltjes allemaal. Dus ik denk vast en zeker dat onze Derek Kok heel veel te vertellen heeft over die roerige, ja, toch eigenlijk 50 jaar. Want daar moeten we eigenlijk al mee beginnen. Zo vroeg gaan wij terug in de tijd. Koos, ga je mee? Wat een bellen. Ik hoop niet uit de slaap, want het is al op leeftijd. Hij is er. Ah, hey, Derek! Hey, goh, kerel. Koos en ik wij willen graag eventjes bij jou op bezoek. We willen graag even praten over de tijd van de Las Cubanas. En waar je allemaal niet zo meer hebt uitgesproken, want iedere bak had Deventernaar, hè? Zeggen ze wel, hè? Zeggen ze wel, hè? Mogen we binnenkomen? Ja, nou, kom dan er lekker in. Toch eens aan, hè? Er is toch niet zo geloof. Ik kom erin, zeg je dat. Koos? Schiet hem eens een beetje op. Jongen, je kunt er net in. Hoe lang woon je hier al? Nou, dikke 35 jaar. 35 jaar? Zo, hé. Nou, je hebt nog een mooi... Ja, ik zou zeggen, loop maar door. Ja, er is nog een mooi pad waar je doorheen kunt, hè? Ja, oh, het is niet te geloven. Hij kan alle eilanden opnoemen van Indonesië, hè? Ken je dat nog? Jawel. Dat is Reppen, noemen ze dat, hè? Ja? Oh, ja. Dat deed je toen al, hè? Ja, Fasimata, Borneo, Celebes, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Tanate, Tidor, Bandam, Nieuw-Guinea. Het is toch niet te geloven, hè? Ja, wat heb je allemaal in je huis staan? Want het is... Heel wat, hè, als ik het zo bekijk. Daar heb ik al 50 jaar over gedaan, wat hier staat. Dat is mijn hele leven staat hierop. Ja? Als kind begin je school, ga je de crisis in, want je hebt alles op volgorde staan. Alles staat op volgorde. En op locatie, hè. Ja, ook het is nog. Niet zo, er zijn misschien meer die dat doen. Maar dan ga je van de ene foto aan die kant van Deventer, hier staat. Ja, als het ook de pikeursbaan is, dan is het ook de pikeursbaan. Dan is het ook de pikeurs. Ja. En als het in de Bergkerk is, dan is het ook in de Bergkerk. Dus je bent eigenlijk nog een heel grote archivaris. Dus. Ja, zo is dat. Dus, ja, dat is zo. Ja, maar dat heb ik geleerd toen ik de straatverlichting deed. Hè. Ja. Daar zullen we straks eens even allemaal over hebben, want jij hebt zoveel dingen gedaan natuurlijk allemaal. En je hebt natuurlijk ook heel veel dingen gekregen natuurlijk in de loop der jaren. Dat hangt hier zover ik allemaal een beetje. Maar als ik nou hier kijk, ik kijk hier even naar boven. Dat, dat is dus gedaan door die jongens die allemaal lesgegeven hebben. Ja. Ook bandjes zijn. Je hebt ook, heel veel mensen les. Die zijn bij mij opgericht. Ja. Eigenlijk al die bandjes die komen uit. Als jij er niet was, en Bud Liefding denk ik ook. Maar wie heeft jou nou lesgegeven dan? Ja, dat zit erin net als een zigeuner. Ja. Een zigeuner heeft jou lesgegeven? Nee, maar zo werkt het. Ja, daar zitten we dan, hè. En dan wil ik van jou wat weten. En dan denk ik van, ja, waar moet je beginnen, hè? Ik bedoel, er is zoveel eigenlijk. Maar laten we eerst eens bij het begin beginnen. Je bent opgegroeid hier in Deventer. Ik ben opgegroeid in Deventer, ja. En dat is in welke buurt? Op Hooijendorp, daar staat de Toornstraat. En ik heet dan Derek Kok, maar vroeger heette ik dus echt geen kok, maar niemand die weet alleen maar dat ik Beekendam heette. Ja. Pas toen ik naar dienst ging, toen heette ik in één keer Kok. Ik ben dus hoe kwam dat dan? Nou, mijn moeder is ziek geworden in Oldenzaal. Ja. En toen ik werd even bij tante ondergebracht. Ja. Maar ja, die tante die is vergoed geworden. Je bent naar school geweest? Ja, naar school geweest. In het rode dorp? Nee, ja, nou nee, de school die was in de Oosterschool, hè, maar daar is natuurlijk wel kort bij, dat is gewoon in de Smerenaarstraat en de Zijstraat. Ja. Dat is de Oosterschool. Je had ook wel de Engschool, maar op een of andere manier kwam je daar niet. Ik heb trouwens
één jaar op de parkschool gezeten. Die zat in het plantsoen bij de Watertoren. Mm. Een machtig gebouw dat ze die gesloopt hebben. Ja, juist, dat bedoel ik. En jullie waren als Las Cubanas een van de eerste die zeg maar achter die deskjes vandaan kwamen. Een pontificaal op het toneel. Ja, dat komt dat wij ook uit een cabaret en een revue leven kwam. Nee, ik bedoel, voor Tony Lering had je dat Brik voor Prins. Dat moet je je voorstellen wat in Goor. Maar cabaret, heel veel cabaret komt bij Twente. En Gelsing, noem maar een paar op. Nou, als die in die tijd gewoon Hollandse repertoire gehad, dan waren ze net zo beroemd geweest als Snibber Snabber. Ja. Jullie waren echt zo'n kijkmuziek. Ja. Is men wel eens verteld. Ja, muziek is toch ook kijkmuziek? Ja. Nee? Onze kijkmuziek was wat vaak in je opkwam. Hè? Ja. Ik kan je ook nog een keer vertellen, gewoon een echte gitaar. Maar er zat geen bovenblad op en geen onderblad. Ja. We maakten daar van banjo papier, die ook in die kastelen, dat dikke. Ja. Niet? Die plakten we erop, deden lijm overheen en al die glitter erop. Er werd een mooie glitter, waar die dames tegenwoordig opgebracht. Ja. En dat was als je optrad en het schijnwerper stond. Maar dat maakte toch geen muziek? Nee, maar dat deed je toch net. Die andere jongens speelden. Die speelden met je luchtgitaar. Ja, maar dan zei je speelt vals. En dan wil men die pak, die gitaar, die sloeg door. Maar dan komt het wat werk. En die mensen die dachten, dat was zo'n mooie gitaar. He. En die denken, wat staren aan? Dit is echt kijkmuziek. Amor is eigenlijk de hele bekendste. 1939 zijn ze opgericht. Ja. Ja, ja dat echt en ze heel lang zijn nog blijven spelen. Het is alleen maar heel roemerig, jammer, ten onder gegaan. Big band, Big band. Ja, en jammer genoeg ten onder gegaan door... Maar wat was er niet goed dan in Deventer? Ja. Revertown Dixieland Band. Dixieland hebben we ook gehad. Die waren dan net zo goed als de Swing College. Ja. Die waren echt waar. Deventer is een ontzettende muzikale stad. Niet Amor, dat heeft niks met liefde te maken. Nee, Amor is Deventer Amusementsorkest. Maar ze moesten in België spelen. Ja. En die Belgen waren te lui om helemaal Deventer Amusementen. Die maakten gewoon van A, Amor. Ja. Want die hebben ze zelf niet bedacht hoor. Die Belgen. Hebben die Belgen bedacht? Kunnen nog meer als patat bakken natuurlijk. Dat bedoel ik. Ik heb me wel eens laten vertellen dat jullie met een brommer het toneel op zijn gegaan. Ja, dat wil je niet geloven. Dat toneel, dat was zeker anderhalve meter hoog. Ja. De Nendo. Ja. En dan waren ze aan het bouwen. We gingen van die bouwdingen ophalen. Ja. Die zetten we de teren op. Ja. Jatten een brommer achter de dingen weg. Ja. Alles kon in die tijd. Ja. En dan wil je niet geloven. En dan je er ook met dat brommer toneel op hoor. Ja. Had je er ook één achterop. Jullie hebben in feite eigenlijk wel de kar getrokken daar in de buitensociëteit. In principe wel. Jullie waren de pioniers. En dan eigenlijk. Moet je eerlijk blijven. En ja, we hebben gezegd, als we weg zien naar een andere kar, waar we weg zijn, is de loop eruit. Ja. En die loop was er ook echt uit. Ja. En bij mijn rondhuis met zijn band. Waar komen ze? Die loopt er weer in. Ja, en samen met de Staafhuiters. Maar ik kan me nog herinneren dat ze echt radiokesten er neerzetten. Maar er kwam geen kip. Nee. Want we waren naar Goor vertrokken. De Goor is ook een uitgaansgelegenheid. Ja, nou, ik heb alles hier staan hoor. Ja. En staat er allemaal echt in hoor. Mm. Er liep 4.000-5.000 man. In Goor. Dan had je drie tenten, en Kobus en de Zon. En wij waren dan meer voor de teenagers. Ja. En daar heb ik me laten vertellen, daar ging je met bussen, soms uit Deventer naartoe. Ja, en nog geen ruzie. En nooit geen ruzie? Nooit geen ruzie. Was wel, overal heb je wat, maar dat waren allemaal opgelopen. Ja, het is niet zoals in Batum, in de zon ook. Slopen die allemaal. Twee van die grote dingen. Of Willem, Willem van Schuik, die kon het ook hartstikke goed. Smoren, hup, naar de bar, pilsje erbij. Niet en geen vloek en geen schel. Pilsje erbij en klaar. En jullie gingen ook met die bus daar met de... Nee. Hadden jullie zelf een eigen auto? Frans, hè, dat is een grote Amerikaanse slinger. Zo'n oude Ford. Maar Elf is ook in reed. Ja, zo'n groot schip. En daar gingen jullie met de hele apparatuur allemaal in. Ja, dat moest verschil zijn, hè? Ja. En de fans gingen met de bus. Nou, we hebben ook wel eens ingezeten in een klein wagentje. En dan zat je erin opgevouwen. We hebben even dus...
het zonnescherm laten zakken, want de zon scheen toch wel aardig in. Ik ben wel blij met de zon, maar... niet om in te kijken. Niet zo hard. In die boerenomgeving, waar je ook altijd kwam, maak je natuurlijk ook wel eens leuke dingen mee. Ooit heb je me iets verteld, dat er iemand kwam en die had een verzoekje aan jullie. Ja, die vroeg aan ons of we tatemen konden spelen. Tatemen, ja. Ik zei, jongen, maak maar tatemen, tango, maak maar tango. Ja, ze zit wat te spelen. En ik zag zijn gezicht al, hè. Ja, en dat was het niet. Dan zeg je toch geen tatemen. En zijn buddy zegt, ik heb het al goed gehoord, als je het voorzingt, dan kan ik het wel spelen. Ja. Oh, zeg, dat wil ik wel doen. Nou, en we begonnen, dat heb ik toch van jong, we zijn. Ja, dat zijn leuke dingen, daar blijf je altijd bij. Daar blijf je altijd bij, hè. Dat vergeet je. Je hebt er jaren lul je er niet over, maar... Nee. En wij speelden echt dingen naar, ja. Die bezetting. Ja. Een scheurende sax van Frans Muller. Ja. Niet? Een snarp in de solo van Bert Liefding. En eigen begeleiding erachter, waar we zelf verzonnen. Ja. Als je een rock'n'roll hebt, dan zat wij erachter. Zand, zeep, soda. Oh, dat waren die bakjes in de keuken. Ja, die groene bakjes. Ja, die groene bakjes. Zand, zeep, soda. En dan op de achtergrond, dat klonk als een trein, hoor. Ja. Ja. Jullie deden ook dus allemaal grote verkleedpartijen, Sinterklaas ook. Alles. En vloerverlichting. Dat wil ik nog even... die verlichting, die blacklight verlichting. Ja, dan ga je even terug. Ja, ja, ja. Naar de buitenstoos. Ja. En dat is in de jaren 50, hè? 50? In de jaren 50. En toen kom je aan de blacklight. Blacklight en blacklight zijn verschillend. Je had dat ook op de kermis, dat blauwe licht. Ja. Je had wel hetzelfde effect, maar die gaan veel te veel licht af. Maar een echte blacklight, dat was een HPL-lamp, maar met kwartslamp, met kwartsglas. Ja. Dus die liet alleen de stralen door, de onzichtbare stralen, ja. Die liet hij door. En dat andere niet. Dus wat kreeg je dan? Ja. En dan won het. En wat ik nou vertel, dat is per ongeluk ben je erachter gekomen. Ja. Hè? Ik zeg, we vinden het ook wel eens mooi om dat... om te draaien, de zaal in. Ja. Maar alles was donker, hè? Ja. Nou, en het leuke was, als je een wit spand had, maar je was heel blauw werd die. Ja. Nee? Maar die meisje in de petticoat, dat is allemaal laagjes, hè? Ja. Je ging dwars doorheen. Dat ging waar. Je had een één geluk. Dwars door die petticoat. Die meisje had een één geluk. Ja. Dat ze in die tijd nog katoen, BH's van katoen. Ja, ja, ja. Het was niet zoals die Schotse rokjes, daar zit niks onder. Maar zelf zag je niks, hè? Nee. Zelf zag je alleen als je er van een meter zo van toneel, dan kon je dat zien. Ja. En op een gegeven moment dan buik je dat uit, als jij jongens rijdt nou was uit. Wel, toen waren jullie niet de oude snoepers, maar dat waren jullie jonge snoepers, hè? Jonge snoepers. Ja. 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 Dat was een mooie tijd, weet je niet. Ja. Jonge. Maar jullie waren dus niet de uitvinders van de blacklight, maar eigenlijk waren jullie de gebruikers. De gebruikers van. Hoe je ermee om moest gaan en wat je ermee kunt. Ik zat erin. En dat kwam... Ik zat in de verlichting. Jij zat in de verlichting. Jij was dan... zover ik weet dan een chauffeur-monteur bij de gemeente, ja, verlichting. Een leuk ding vertellen. Ja. Die snipperdag. Ja. Een bekend nummer, hè? Snipperdag? Ja, we nemen met elkaar een snipperdag. Ja, we nemen elkaar vanaf. Mijn snipperdag ken je toch wel? Ik weet wel wat een snipperdag is. Ja, maar daar staat een beroemd liedje van. Ja. Die is eigenlijk van onszelf. Wij hebben hoe gaat dat dan? Dat zou ik zo vertellen, maar ja. Dat was in dialect. Ja. Maar in die avond, ja. Die feestavond, kwamen ook de spelbrekers. Ja, die ken ik wel, ja. Ja. Kleine kokette Katinga. En die hebben goed gehoord, ja. En die pikten hem in. Maar zolang hij niet ingeschreven hebt bij de BUMA, ja. Daar doe je niks aan. Nee, dat kwam officieel van jullie vandaan. Ja, maar wij zongen hem in dialect. Ja. En die ging zo. Oh. Wie neemt met mekaar een snipperdag,
Snip, ken je nog? Ja. Dan kan je lekker doen wat je alles niet mag op zo'n snipperdag. En dan kreet. Ja. Van je had ik vakantie. Ja. De spullen stonden kleur. Naar de zee te vertrekken. Dat door wie ieder jaar. Maar de spullen, die bleven de spullen. Het was puten, bas slecht weer. Maar toen potdorie smalles op mijn werk kwam. Ja. Toen scheen de zon weer. En weer met elkaar een snip. Vandaag een snip. Dat klinkt lekker, hè? Ja, ja, gezellig. Oh, dat moet wel een mooie tijd geweest zijn. Helemaal prachtig. Hoor. Dat Floris en de show. Maar we willen natuurlijk ook even dat je even wat voor ons gaat spelen. Want dat is natuurlijk... Ja, de manier van spelen. Nee, want ik ga niet lalala zingen. Ik ken die teksten ook allemaal niet meer, hoor. Nou, dat maakt ook wel niks uit. We hebben wel meer mensen gehad waarvan dachten van, nou ja, hè, laat maar gaan. Nou, als jij jou even de gitaar pakt. Moet hem eerst nog even stemmen? Ja, is goed. Is die goed? Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Nou kijk, met die teksten, dat zit wel goed natuurlijk, hè? Makkelijk is dat toch? Ja, nee. Dat had toen in die tijd gewoon zonder tekst. Ja, deed wel veel. Veel, zonder tekst. Ja, we hadden ook vroeger een act. We hadden een keelmicrofoons. Ja. Ja. Maar en een glas en dan... En dat hoor je vaak van... Kind kan er was doen. Ja, niet dan. Zou ik hem even vast mogen pakken? Ik wil eigenlijk de gitaar van jou even... Maar ik kan niet spelen, maar ik wil het alleen maar eventjes voelen hoe dat gaat. Ja, dat is... Zou jij iemand die iemand les kunnen geven die helemaal niet gitaar... Ja, ik geef een hond die leer ik nog gitaar spelen. Dus wat nou voor de oude dame speelt in die verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen, daar zijn heel veel nummers van de Millers. Ja. Jij stond op de tram te wachten. Zag je in de verte staan. Jij kwam naar me toe en lachte. Samen zijn we doorgegaan. Dan wil je oude dames zien kijken. Want met glinsterend ook. Dat heb ik meegemaakt. Dat heb ik meegemaakt. Zeg, weet je nog wel. Die avond in de regen. Het was al over 9. En we liepen heel verlegen samen onder moeders paraplu. Ja, wat is dat toch wat dat? Gezellig. Muziek is zo leuk, hè? Zo is dat, hè? Het maakt ook niet uit of je het wel kunt of niet kunt, maar als je het gevoel maar erin inbrengt. Zo is dat. Voordat we weggaan, ik wil toch je heel hartelijk bedanken voor dit prachtige mooie interview. Dat we dus eigenlijk zo naar die 50e jaren terug zijn gewandeld. En die 60e jaren, 70e jaren. Wat hebben jullie toch in godsnaam veel en veel meegemaakt. Ik ben zo trots en zo blij dat Koos en ik toch bij jou op ontvangst zijn geweest. Ja. En we hebben genoten wat je hier allemaal hebt staan. En kijkers. Ik wou nog één ding vertellen. Ja. Aan al mijn collega's. Ja. Als jullie ouder worden... Leg dan niet je instrumenten neer, maar ga spelen voor zieken en bejaarden. En bejaarden. Ja, ja. Heb jij ook gedaan, hè? 50-plussers. Ja, dat bedoel ik. Ja, we zeggen geen bejaarden meer. Nee, maar we zeggen ook geen tehuis meer. Als je ver in de 60 bent of 70, kun je toch nog een hele hoop doen in de bejaardenhuizen. Dat brengt je ziel, je hart... Zo is dat. En dat is het gevoel van de muziek. En dan kan je echt zingen van... We nemen met elkaar een snip per dag. Een snip per dag. Een snip per dag. Dan kun je lekker doen wat je ouders niet maar op zo'n snip per dag. Ah.
Ja, maar kijk eens, u hoort het al, het is weer, het is weer zo kort. We moeten het allemaal in zo'n korte periode brengen. En ik hoop dat u ook weer genoten heeft van op de stoep bij, en dit keer bij Dirk Kok, de man van de Las Cubanas en van de Klepkonten en wat hij al niet meer heeft gedaan. Ik hoop, Dirk, dat de kijkers genieten van dit prachtige stukje interview. En als het kan, komen we nog eens een keer bij je langs, want je hebt hier een schat en een zee van informatie over die 60 en 70 jaren. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. En als u genoten heeft, luisteraar, dan weet ik zeker dat u ook de volgende keer weer kijkt naar Op de Stoep bij. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Car Beauty Center.